bergdal. Lekker ou bergdal. Vreedzaam, rustige, gezond. Alles is voorspoedig, behalve misschien. Niks om te doen, net niks om te doen, behalve om die tijd te verspeel. En niemand het nog ooit van vitamines gehoord. Zelfs die vissen voelen lomer. Niks om hulle rust te verstoor nie, behalve misschien. Ja, rustige gezond. Geen sturende elementen, behalve misschien. Goeiemorgen. Morgen. Is hier enige middel van vervoer? Ja, taxi. Ons moeder die trein. Af en toe, meer af en toe. Dus de zij hier die school is niet. Nou, wat is school allemaal hier moeten doen? De boer dan onderwijzer. De meeste mensen lopen. Loop? Ja. Het spaart tijd. Wel, ik is een nieuwe dokter en ik weer om te lopen. Nieuwe dokter? Ja, waarom? Sommige nieuwsgierig. Betaalvrij praktijk? Natuurlijk, hoe kom? Je zal uitvinden. Wat voor richting moet ik lopen? Dat is net één pad. Hoe ver is het? Net 6 mijl. 6 mijl? Net die rechte distantie. Goeie oefening. Bij die zwaardnoot wil jij aanvangen? Bij prikkenwerk niet. Het is hier gekregen. Ik is een dokter. Dokter? Ja, ik is dokter Pansengroof. Ik heb zo pas mijn praktijk hier verkocht en die huurmoeder neemt ons naar die statie. Hier die dame is mijn vrouwtje. En dit is ons onderwijzer. Wat voor een dorp is hier waar die onderwijzer een huurmoeder een haar is? Ons onderwijzers kreeg ons niet een salaris, niet. Ons kreeg maar net een gaasiekie. Mijn naam is Kwak, dokter Kwak. Ja, ik is die nieuwe dokter. Mijn lieve dokter, welkom, welkom collega. Als ons toevallig een patiënt langs die partij komt en hij mij herkent, afgezien van die spoedwaard die in ons rijdt, en hij mij stopt om advies te vragen, stuur ik hem direct naar u toe. Dankzij een nietige kwaaltje van mijn vrouwtje, heeft u mijn praktijk bekomen voor een appel en een ei. Ach, rarig, nee. Voor een appel en een ei. Ja, hij kon een fortuin gemaakt als hij hier gebleven is. Mijlen in die omtrek. Geen dokter. Ik twijfel of ik ooit zo gegaan het was dit niet voor vrouwtjes en rheumatiek niet. Oh, leid u aan rheumatiek, mevrouw? Ja, dokter. Jammer om te zeggen. De gezondste omgeving. Maar dit accordeert niet met haar. Is daar bijna rheumatiek hier langs? Is daar. Mijn lieve dokter, is daar niet. Interessant. Stel u belang in rheumatiek? En die behandeling daarvan? Wel, zien u, daar steekt niet veel in. Net zo mensen zullen die dominee zo vrouw om rein te maken, zullen u raadplegen voor rheumatiek. Is die eetzig hier vandaan toch niet te lieflijk, niet? Wil u samenleid, dokter? Nee, dank u. Ik verkies om te lopen. Kan ons misschien die bagage van de statie afbrengen? Alsjeblieft. Ja. Tot ziens, dokter. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Heb je die nieuwe dokter gezien? Hij is vandaag gekomen. Wat hij juist komt, zoek hij hier. Moet niet het wak wees niet. Hoe denk jij wat zoekt een dokter? Zoek ziek mensen natuurlijk. Waar zien jij die ziek mensen? Al misschien. Waar zien jij een dorp zonder een dokter?
je mijn bagage gebracht? Dat is jammer, dokter. Het is nog op die statie. Mijn kar het gebrek. Wel, en hoe krijgen we het hier? Die stootkarretje is nu de enigste. Nou, hoe je het hier krijgt, is jouw zaak. Zorg net dat het hier komt. Ja, dokter. Zeg voor mij, zeg recht dat ik aannemen die plaatselijke winkels maar mijn bezigheid doen? Oh, niet eindelijk veel, Nilaas, maar bij mijn geld in omloop. In elk geval voor die oestijd. En reken je die meubelwinkels wat van mij krediet geeft? Oh, ik denk dat ze me al te gretig wisselen. Doe maar bij mijn bezigheid. Mooi. Nou, hoe lijkt het? Waar kan ik een noentje krijgen wat ik kan gebruiken als verpleegster? Ze moet mooi en aantrekkelijk en genotvol voor die oer is. Je weet moos, man. Zo, Wel, dokter, ik is nu niet eindelijk autoriteit op dat gebied niet, maar ik denk ik weet van niet de rechte hier. Ga. Kan je me weten waar ze woont? Ja, dokter, maar kan niet samen gaan, nee. En waarom niet? Ik is skam. Ja. Je verstaat natuurlijk dat ik die meubels zo vroeg als mogelijk afgeleverd wil hebben. Zekerlijk, dokter. Ik zal het onmiddellijk sturen. En als er misschien nog iets is wat je nodig mag. Nee, dank je, dit is wel dit. Baie dank je, dokter. Niet te danken. Wel, ik moet roer, want daar is de praktijk waarop mij wacht. Goed, dokter, dank je. Tot ziens, nee. Ik kom in die positie als verpleegster in mijn spreekkamer aanbied. Als ik werk aanneem, dokter, moet daar je werk mee bezigen. Daar is niks wat mij zo irriteert als om te moeten stilzitten en niks doen. Maar ik is gewillig om daarvoor te betalen. Dat weet ik, dokter. Maar het zal lijken alsof ik geld onder valse voorwensels ontvang. Daar zal voor mij eenvoudig niks wees om te doen niet. Maar juffrouw, ik moet iemand hebben om mijn patiënten te ontvangen. Daar is geen patiënt in, dokter. En daar was nog nooit niet. Snaakt dat niemand je daarvan vertelt, niet? Allemaal weet dat die oude dokter net van gunst en gaves geleverd. Een bergtaal wordt die mensen eenvoudig niet ziek, niet. Dit moet die lucht of iets wees, maar hulle wordt eenvoudig niet ziek, niet. Tenminste, niet ziek genoeg om een dokter te laten halen, niet? Juffrouw, ik kan niet geloven dat die vooruitzichten zo hopeloos kan wezen, niet. En ik laat me ook niet zo makkelijk onder die stof toetrappen, niet? Ik bewonder je moed, dokter. Maar zal het niet beter wees als die eerste paar van die dorpsmensen raadpleeg, voordat u uw finale besluit neemt? Ik zal, want dan moet u mij beloven dat u, al is het ook net voor een rukkie, voor mij zal helpen. Ik beloof u, ik zal zorgen voor dat patiënten. Al moet ik het ook gratis behandelen. Ah. En dit geeft mij een idee. Morgen, oom. Mijn zeg maar oom, het moet achter elkaar groente zijn hier zo. Prinsel. En hoe voelen je die van? Kwak, dokter Kwak. Aangenaam. Dan is hij die nieuwe dokter. En hoe houdt dokter van ons dorpje? Oh, ik hou nogal van die dorpje, maar ik verstaan dat die inkomstiekjes van 30.000 dokters is maar skraal. Ja, nee. Ik hoop net dokter dat ik te veel voor die oude spul betaal niet. Die oude dokter sukkel al lang om van zijn praktijk ontslaan te raken. Wat is die bevolking? Omstreeks 500. Maar als de mens al die ledematen van die kerk zou inrekenen, dan is het omtrent 2000. En die meeste zeker maar arm? Daar is een groot plaatsen en rijk boeren. Maar weinig. En hoe denk je mee? Kan we daarom bekostigen om voor de dokters advies te betalen? Makkelijk. Die knoopers hebben wel niet dokters advies heen. Maar als we het niet krijgen, denk je mee dat we het wel heen. Dat zou ik niet gewoon zijn. Kom maar, om die tijd van ons leer. Ik moet stappen. Tot ziens, oom. Tot ziens, oom, dokter. En gelukkig ook. Dank je, oom. Ik zal het nodig krijgen. Morgen, dokter. Morgen, mevrouw. Heb je zo'n beetje met ons dorp kennis gemaakt? Ik vrees ja. U klinkt niet enthousiastisch, niet?
Van wat ik zo hier en daar verneem, lijkt het voor mij die vooruitzichten is niet te rooskleurig. Eerlijk waar, dokter. Het is nou niet juist mij bezig, hij zien papa. Die oude dokter is zijn gave geweest. Hoe een soort man was hij, mevrouw? Oh, hij was een dierbare ja, misschien was dat die reden. Wat bedoel je, dokter? Misschien was het niet genoeg om net een dierbare oziel te zijn. Misschien heeft hij niet genoeg belang gesteld aan die patiënten, want hij wel gehad het niet. Die mensen krijgen daarom toch zeker die griep in hier die wereld. Oh ja, maar hulle beschouwt dit nogal als een zin. Hulle rekenen dat de zwaar deficit verkouwen eenmaal per jaar. Hulle vrijwaart in allerhande andere ziektes. Dat was natuurlijk de groot griepepidemie van 1918. Als ik moet wachten op een wereld bij een griepepidemie. Was het een tamelijke sterfte bij zich gehad? En heb je die dokter toelaat komen? Gewoonlijk toen het te laat was. Maar hij had daarom altijd oest bij de paar patiënten op zijn boeken gehad. Skis? Die mensen hier betalen na die oest. Na die oest, en dat is nog net voorbij. Maar als we medicijnen ontvangen, betalen we toch contant? En nee, na die oest. Het is die gewoonte. Na die oest. Na die oest. Maar als we net één keer komen en de mensen zien we nooit weer niet? Betalen we na die oest. Nog na die oest. Wel, mevrouw, ik moest een visstok samengebrengen, het leek het voor mij. Die positie is voor mij nou kristalhelder. Ons dierbare oestiel heeft voor mij een praktijk verkoopt voor 2000 pond en die ding is die 2 olaf werd niet. Ik is baie jammer, dokter. Moet niet voor mij jammer voelen, mevrouw. Ik is ingeslepen en ik heb net mijzelf te blameren. Maar, ik is vreselijk gretig om in aanraking te komen met een zekere persoon wat opgetreed als tussenpersoon in die transactie en die brieven geschreven heeft. Een zekere meneer Pochenvoel. Ik moet die oude dokter, ons dierbare oestiel, elke kwartaal een faillement betalen. Maar ik moet een jaar wachten voor die patiënten mee betalen. Maar je toch geld van uw eieren? Nee, Penny, niet, mevrouw. Ik leef van wat ik verdien. En mijn inkomsten beginnen na die oest. En als die oest zwak is? Ach, maar ik hoop toch niet gaat ons verlaten, dokter. Ik zei elke dorp wel goed, zei dokter zeggen. Ik stem volkomen met die samen. Maar wat niet bestaan niet, kan niet verbeterd worden. Dokters zoals dichters, mevrouw, die wordt geboren en niet gemaakt. Maar een praktijk moet gemaakt worden. Onthoud, die eerste die beste is niet altijd die beste methode. Stem mij, mevrouw, ken je hier die meneer Pochenvoel? Oh ja, hij eet elke dag hier. Nou, zal hij zo goed wezen om die achtbare meneer Pochenvoel te vragen om mij morgenochtend om 9 uur stiptelijk bij mijn spreekkamer te komen zien. Ik denk hij en ik hoort elkaar dat ik hier nader te leren ken. Zeker, dokter. Dank je, mevrouw. Snaaks, hij is nou een dokter. En ik het maar mee staan op één. Maar ik zal niet mijn inkomsten van zijn me wil verruilen. Hallo, is dit meneer Kapoefie? Ja. Zal het voor u mogelijk wees om morgenochtend naar mijn spreekkamer te komen? Zeg maar 39. Goed, dokter. Ja, zeker, dokter. Probeer alsjeblieft. Anders wordt mijn hele tijdtafel omver gegooid. Ik is een baie bezige man. Als je mij vraagt, die oude dokter flert gemaakt van een veelbelovende praktijk. Juffrouw, je zal hier die ding moeten dragen. Moet me daarom proberen dat die hele affaire professioneel leek. Dokter, gee je om als ik dit zo hier en daar een beetje inneem? Juffrouw, ik geen om waar je dat mee maakt, nee. Die oomlijk lijkt je een beetje nadoener. Hoe begrijp je het? Hier is niet een dode ziel in hierdie armzalige dorp, wat mij niet voor die gek hou, voor die geld wat ik in die water gesmeed heb, nee. Maar die meneer Pochenvoel waar die brieven geschreven heeft, niet een woord daarover gered, nee. Oh, hij zou maar net die brieven geschreven en hij zeker maar net gezien wat die oude dokter wil heen. Maar enige man met zijn volle verstand. Moet niet mij nou plan, nee. Dat is één persoon wat ik vanmorgen wil zien en dat is een zekere meneer Pochenvoel. Heb je niet gehoord, nee? Ik heb de bestelling met meneer Pochenvoel. Wat? Ik hoor jouw ziel van jouw lichaam te scheiden. Nee, nee, kom hier, je gaat nog les op, zei hiervoor. Jij en ons dierbare oziel denkt dat jullie mij een kat in die zak verkopen, nee? Maar ons zal zien. Nou zal ik voor jou een ding vertellen. Ons dierbare oziel behoort hier die dorp te verlaten met zijn zakken vol goud. Die patiënten behoort om elkaar te gevallen om te zien. Honderden van hen. Gisteren was die praktijk niet een olapert, maar nu zie ik een goed mee. Ga zij dadelijk voor die afslaren om morgen hier te komen zien. Ik heb toch niet klaar, nee? En zorg dat jij ook hier is. Maar ik... Wat zeg maar, is het zorg dat je hier is.
Maar dokter, wat van die school? Die school kan wachten, maar ik niet. Die medische wetenschap moet gediend worden. Van nu af gaan die poppen dansen. Ja, ik weet, nadat ik geëet het, krijg ik soms zo'n gevoelendheid.
zo'n soort van een gevoel hierzo. Zo'n kielerige, krapperige gevoel. Nee, wacht, dat is nog eerst helderheid, Grace, zeg voor mij. Krap het of kielie het? Krap. Wel, soms kielie het dan ook een beetje. Wijs mij precies die plek. Hierzo. Is het nou hier of daar? Daar. Wel, het mag hier weer zo tussen die twee. Net zo tussen die twee. Is je zeker niet dat zo rap die links niet daar van mijn vinger nood druk? Het mag weer, ja. En maakt het zeer als ik druk. Zo. Ja. Ja, zo is het. En je voelt ook daar je gekierigste die te doen. Van alles je wildvlees geeft. Ik krijg nooit wildvlees meer. Maar denk je dat zo als je wildvlees gekregen? Ja, ik denk zo, dokter. Dat is belangrijk. Zeg me je ouders je. Zo pas 26. Nader aan 26 en 27? Ja, ik. Wel, mijn vriend. We gaan doen je werk vandaag zoals gewoonlijk, maar morgen blij je niet bij. Ik zou komen bezoeken, ik zou niks vragen, maar moet het nou niet die hele wereld lopen vertellen. Oh, baie dankie, dokter. Baie dankie. Ik hoor het zo vriendelijk van je, dokter, maar... Dokter, denk je niet dat dat iets ernstigs wat met mij verkeerd is, niet? Nee, ons is het niet ernstig genoemd, niet. Nog niet. Ons zal het met de tijd ontleed, net bij tijd zou ik zeggen. Ja. En tussen zit hier die water daarop. Zeg van mij, rook je? Ja, dokter. Hou op. Drink jij? Die gewone? Niet een druppel meer, niet. Is je getrouwd? Ja, dokter. Vergeet het. Dokter, mag ik daarom enig iets eet? Wel, aangezien je vandaag aan bezig bent, kan je zo'n beetje sap gebruiken. Van morgen af zet ik je hoogstwaarschijnlijk op brood en water. Tot dan maak ik jou gezet. Bij daar die deur uit, alsjeblieft. Maar dokter. Denk je niet, ik moet maar liever dadelijk bij toe gaan, die dokter. Ik voel glad niet gezond, niet dokter. Wel, in een geval zoals jou, behoort een mens nooit tussen zon op en zon onder in die bed te wezen. Maar daarvoor kan je maar zelf besluiten. Maar moet niet daar die aankondiging vergeet niet. Meneer Poggenpoel om u te spreken, dokter. Laat hem binnenkomen. Meneer Poggenpoel, goeiemorgen. Ik was zo blij dat ik kon. Kom, ik hoop het was niet een ongeleerd uurtje voor u, niet? Nee, laat niet, dokter. Ik kan zo oomblikje sparen, is nu speeltijd. Ach, ik is zo blij. Ik was zo gretig om een gesprekje met u te hebben. Ons twee hebben zo baie gezamenlijke belangen. En belangrijk is ook. En ik is beslist die soort man, geloof mij, wat graag die uitstekende verstandhouding wil verzwakken tussen u en mijn voorganger bestaan het, nee. Verstandhouding? Nog minder als ik die soort, zoals u zelf uitvindt, waar dan alles zijn eigen zin wil hebben. Nee, dit is uw advies wat ik in de eerste plek nodig heb. Pre-consultaties. De eerste pre-spreekuur zal vanmorgen zijn. Inwoners van andere districten. Voor die verschaffing van inlichting aan die plaatselijke courant. En u schreef juist zulke mooi misleidende brieven. Oor lezings, zelfs in ons gesprekken met elkaar, zal ik altijd mijn aanleiding van u in wacht. Ik zal altijd mijn tijd aanpassen bij jou. Ik is bevrees ik niet die minste idee waarvan u praat niet. Ik probeer maar net om u te verzekeren dat ons omgang van die begin af een vruchtbare gaan wees. Ik vrees ik is bij het dom. Ik vrees je is weg. Mijn lieve vriend. Die omgang met dokter Panzergruw was toch een baie hechte. Ons het mekaar zo af en toe in die kroeg ontmoet en zo af en toe een beetje saam biljaard gespeeld. Niet daar is wat omgang, nee. Ik weet van geen ander, nee. Maar, mijn vriend, hoe het je te werk gegaan om die mensen hier die huishoudelijke wetten te leren? Die maatregels van huishoudelijke hygiëne te verkondigen? Goeie hemel, die 101 dingen wat een dokter en onderwijzer slechts kan rechtkrijgen, zullen dit samen doen. Ons het zeker nooit daarover gedinkt, nee. Als ik dit niet uit die eigen mond gehoord heb, zou ik dit nooit gegloeid.
O, ek was maar altyd te gretig om te help waar my hulp nodig was. Meneer Poggenvoel, daarvan is ek oortuig. Goeie genugtig. Om te dink dat die arme mense hier oorgelaat word aan hulle eie middeltjies, higienies en medies voorbehoedend. O, hulle is sekerlik. Ek wil wet dat hulle die water hier drink, sonder om te dink aan die biljoene bakterie wat in elke mondvol rondswem. Ek is seker hulle dink nooit daaraan nie. Dink jy hulle weet wat 'n mikrobe is? Ek twyfel. O, sommige van hulle het miskien al die woord gehoor, maar ek dink dat hulle dink het, dit maar 'n soort van 'n vlooi of iets is. Skrikkelijk, ontzettend. Wel, meneer Poggenvoel, dit sal natuurlijk een tydjie neem om hierdie arme salige siele tot inkeer te bring, maar ons moet ons best doen, ons moet ons best doen. O, ek is heeltemal gewillig, maar ek vrees ek sal nie vir veel hulp kan wees nie. Meneer Poggenvoel, iemand wat u goed ken, vertel my dat u net een ernstige fout het. U is te beskeie. U is blijkbaar die enigste man in hierdie hele distrik wat nie bewus is van die geweldige invloed wat hy oor die mense uitoefen het. Verskoon my dat ek dit as vreemdeling so ronduit sê, maar ek verneem dat daar niks in hierdie dorp van belang gebeur sonder u medewerking nie. Maar, meneer dokter... Maar dit is so, dit is waar. Ek kan my patiënte behandel, maar die siekte self. Wie sal help om te beveg en uitwis as u dit nie doen nie? Wie kan vir hulle minstens leer dat het nie baat om te wacht totdat hulle in hierdie toestand is, voordat hulle die dokter inroep nie? O, hulle is baie onvoorsichtig, dit betwis ek nie. Wel, laat ons by die begin begin. Ek het hier materiaal vir verskeie populaire lesing, volledige nodig. Prachtige films en een filmprojector. U sien, hierdie apparaat is modern, modern. En die moderne methode is my methode. Wettelijk, dokter, ek vrees ek is van baie sinewachtige gehaard, dit ek sal wettelijk nie meer s'nachts kan slaap nie. Maar dis net hy. Dit is precies wat ek wil hee. Jy moet nie s'nachts slaap nie, of liever, dit is die skop wat ek wil hee moet aan hulle gee. Hulle moet nie s'nachts slaap nie. Dis waar die fout le. Hulle slaap en slaap en as hulle wakker word is hulle dood. Rechtig, dokter, my eie gezondheid is nie wat het moet wees nie. My ouders het nooit gedink dat ek eendag so groot word nie. Ek weet nou wel dat die kiemie op die doek nie rechte kiemie is nie, maar nogtans... En as hier die lesing nie by allemaal inslaan nie, hier is nog een. Die kiemdraad. Niemand hoef hiervoor te skrik nie en dit maak het so duidelik as kan kom. Dit bewys jou geval op geval. Hoe een man kan rondloop, een toonbeeld van gezondheid. Helder oe, skoon tong, fris appetit. En nogtans, in elke hoek en kinkel van sy gesel... Triljoene kieme ronddra, genoeg om my hele volk te regeer, verseer. Ek het die reg om elke man wat ek sien te verdink as ek kiem dra. Bijvoorbeeld die zelf. Wat is daar om my te bewys dat u nie een is, nie? Nee, ja. Wees my die man wat so'n lesing sal verlaat en nie juk nie. Dokter, denk jy werkelijk dat ek kiemdraad is? Nee, jy noodwendiglik nie, nie jy in besonder nie. Ek gebruik jy maar slechts as een voorbeeld. Wel, meneer Poggenvoel, baie dankie vir die besoek. En ek is in aanraking met die kom. Ek wens jy een goeie dag. Wel, juffrouw, en hoeveel is daar? En julle paar, dokter, en meneer Kopiva wacht ook. O ja, laat hom eerst inkom. Goed, dokter. Meneer Kopiva. Goeiemorgen, meneer Kopiva. Kopiva, sal u nie sit nie? Maak u gerust thuis. Meneer Kopiva, Kopiva. 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 Ek wil u graag spreek oor 'n saakie wat my baie na aan die hart lê. Een dokter wat nie kan staat maak op een eerste klas apteker nie, en as ek sê eerste klas, dan bedoel ek eerste klas, is soos een generaal wat verwacht word om oorlog te maak sonder wapen. Dokter, u is te vriendelik, en ek is blij dat u my professie die erkenning gee wat het toekom. Natuurlijk, so'n hoë pijl van dienst is wat u lever, moet u geldelik ook goed loon. U kan nie minder maak as 1000 pond per jaar. Profeet, my lieve dokter, ek wens ek het die helfte gemaakt. Nou, my lieve vriend, ek is toch nie die man van die inkomstebelasting nie, so onder ons is.
Daar is werkelijk geen reden waarom ik niet de waarheid zou praten. Ik moet zwoer van mijn 300 maken. Maar het is ontzettend. Ik zou gezegd dat 1000 op zijn allerminste. Hier toch geen oppositie, niet? Niet binnen 25 mijlen, niet. En enige vijanden? Niet van waar ik weet, niet. En daar was nog nooit enige klein glipsje in die bezigheid, niet? Toe, nou, die dingen gebeurt toch soms. Een man is hastig, die gif staan waar die kasterolie moet wees. 1, 2, 3, en die patiënt heeft die borstel. Nee, nooit, nog nooit, niet geloof mij. Ik heb in 20 jaar tijd nog nooit zo op laten begaan, niet? Wel, dan moeten ze de oorzaak op een andere plek zoeken. Zeg van mij, heeft mijn voorganger zijn werk niet degelijk gedoen, niet? Mag weer, hang op hoe je dit beschouwt. Kom nou, zo tussen ons is. Dokter Pantertrouw was een baie waardige man. Ja, ik verstaan, hij was een dierbare ziel. Maar als u in die einde van een jaar al zijn prescripties ingevuld hebt, zodat u eigenlijk een dik boek gemaakt hebt, niet zo dit? Ik het bevreesd niet. En als u om een patiënt gestuurd heeft met een buitengewone kwaal, heeft u hem ooit weer gezien? Nooit! Mijn vriend, ik kan u niet zeggen hoe dit mij zeer maakt om zulke dingen te horen. Ons professie, jouwe en mijne, hoeft voor geen ander in die wereld terug te staan. He. Hoe schandelijk is dit om dit te laten zinken van die hoge pijl van invloed en voorspoed waartoe ons voorgangers dit verheffen. Het is bijkans hoogverraad. Ja, dit is. Afgezien van de geldelijke zij, is het recht, dokter, vraag ik jou. Is het recht dat die mensen mij minder moeten achter de schoenmaker of predenier? Ik kan niet verzekeren dat mevrouw Kupifa niet die steekhuizen kan bekosten waarmee die schoenmaker zijn vrouw spocht, nee? Moet je daarvan praten, nee? Moet het niet noemen, nee? Vertel mij liever die bankbestuurder zijn vrouw is een wasmeid. Ons is niet hier, u en ik, om zo behandeld te worden, nee. Nee, dat wordt niet zo, nee. Want, om mee te beginnen. Elke mens wat ik hier zie, is ipso facto een potentiële patiënt. Ja, het zal een ziek worden. Ziek worden? Ziek worden? Wordt ziek? Het woorden, woorden, blote woorden. Gezondheid is maar net een woord. Al wat ik om mij zie, is mensen wat min of meer leiden aan ernstige kwalen. Min of meer gevaarlijk, wat min of meer die oorhand krijgt. Natuurlijk, als jullie gaan vertellen dat je helemaal gezond is, zal hulle maar al te gretig wees om jou te gedoe. Dit klinkt naar een gezonde theorie. Dat is eenvoudig die moderne, wetenschappelijke opvatting van die zaak. Kijk, ons dwing elke burger om zijn land te verdedigen. Net zo behoort ons om te dwingen, of hij nou wil of niet, om te vechten tegen ziekte. Nou, hoe zul jij daarvan houden om binnen die volgende paar maanden £1000 per feit te maken? Al te graag. Maar dat is die makkelijkste ding in de wereld. Stuur al die patiënten naar mij toe en ik stuur ze weer direct terug naar je toe met een lange en ingewikkelde prescriptie van al die duurste medicijnen. Kan ik op je staat maken? Ik kan, dokter. Wel, meneer Balsam. Kupifa. Kupifa. Baie dank voor die bezoekie en ik kan maar hier die deur gebruiken, hè? Dank u, dokter. Goeiedag. Goeiedag, meneer. Juffrouw, nou die eerste vrij patiënt, hè? Goed, dokter. Die eerste vrij patiënt, alsjeblieft. Nee, die een hier, alsjeblieft. Morgen, dokter. Morgen, missies. Woon een hier die omgeving, mevrouw? Ja, dokter. Op die pad naar Groenberg? Die groot plaats op die pad naar Groenberg. Mm-hmm. En is het uw plaats, mevrouw? Ja, mijne. En mijn man. Maar zo'n groot plaats, mevrouw, moet natuurlijk geweldige bij haar werk vrees. Dus waar. Ik ben die melkrein vreemdje en mijn man met zijn saaierein schapen. Dat is nog weer zo. En niemand om u te helpen? Nee. Nooit genoeg. Nee. Maar onze darm is stuk of 20 wat alles moet doen. I know, reken die. En dit laat u natuurlijk niet veel tijd om uw gezondheid op te passen, mevrouw. Nee, dokter. Nou, zie je. En voel u ziek, mevrouw? Niet eindelijk, die dokter. Net, ik raak toch zo vol winden. Winde? Laat me uw tong zien. Zeg mij, mevrouw, wat eet u die meeste? Vlees. Ik was zo dank. Kijk eens alsjeblieft naar de andere kant, mevrouw. Kijk eens. Een noordoostelijke richting, alsjeblieft, mevrouw. Dank u. Haal assen, mevrouw. Weer een keer. Hoest, mevrouw. Weer een keer. Zeg van mij, mevrouw. Heb je ooit van een leer afgevallen toen je jong was? Niet wat ik kan onthouden.
voel je elke pijn daar, s'nachts als je bed toe gaan? Niet op noten. Denk goed na, mevrouw. Het kon heel te maar een lang leer geweest. Het moest geweest. Was het die daar toen mij vindelijk laat uithalen? Omtrent 9 voet lang. Hij heeft steeds in de muur gestaan in het achterwegeval zo'n is. Net daar waar je gevangen. Was het? Heb je dokter Pazengroep ooit hierdoor geraakt zich? Nee. En hoe kom je? Als er bij zijn hond komt zien, dan zijn het altijd jullie aan je papoon. Of je moet een of ander oud boerenrijks gebruiken. Of je moet een glas warm water op je nuchter maag drinken. Dan gaat zelfs van zijn vruchtentuin en zijn al eeuwig gepeer. En dit was natuurlijk niet waarvoor hij gekomen is. Nee, dokter. Ik is toch niet zo draagje, is het? Dat ik niet zelf een glas water kan drinken als ik dit alleen. Maar als je dokter 10 en 6 betaalt, dan wil je daarom toch tenminste hè, dat je vergaatje iets moet kosten. Zal u niet zitten, mevrouw? Weet u wat met die verkeerd is, mevrouw? Nee, dat. Dat is ook misschien maar goed zo. Wel, mevrouw, u wil geneesd worden of u wil niet geneesd worden? Maar ik wil. Dan moet ik je zomaar dadelijk waarschuwen dat het een baie lang en duur affaire gaan is. Hoe heet ik je en hoe komt zelfs zo wees? Onder de kwaal wat er 40 jaar voortgevoegd is, niet in 5 minuten genees kan worden. 40 jaar? Zeker niet, heeft het van die leer afgevallen. Wat gaat het met kost? Hang af van die markt. Wat is deze prijsje vandaag? Brent zo. 20 pond voor een prima op. En een zak milie? 1 pond. Nou wat is die gezondheid bij de vergelijking met de oorzaak van zak milie? Ze zo'n 80 pond kost, mevrouw. Goeie genacht, 80 pond. Maar is die hele jaarste bottergeld. Ah, oh, wat een ding om mij oor te komen. Misschien wil ik graag liever een kwakdokter proberen of een kreetpad. Dat is net zo duur en nog onzekerder. Ach, hoe kan ik toch zo'n groot fout hierachter? Oh, dat is bijna eenvoudig. Dat is die eenvoudigste ding in de wereld. Ik zal het u verduidelijken, mevrouw. Stel u voor, hier is uw ruggraat. Hierboven uw ruggraat voor die haikokkelor. En die onderaan uw ruggraat, die loukokkelor. Onderaan hom, daar zit jouw boetjakkepie. Nou, die skakelkie wat die twee aan elkaar verbindt, dit noemen ons jouw poena. Rijdig, hij nou reken het. Ja, en toen hij van die leer afgevallen, heb ik gegleed. Zo, net een kwart in, en dit veroorzaakt een geweldige drukking op die multipolaris. Nou, zie jij mijn poena. Moet niet denken dat die moren op. Oormorgen daarvan gaan sterven niet. Oh nee, wordt het nog steeds. En dat is alles omdat ik van daar die leer afgevallen. Dokter, kan je dit niet voor mij zo'n beetje goedkoper doen? Al is het net zo'n rapje. Maar ik wil het degelijk gedoen, hè. Ik zal je zeggen wat ik zal doen, mevrouw. Ik zal je tijd lang onder ogen houden. Het zal je feitelijk niks kosten, nee? En dan kan ons zien... Oeh, dat is goed zo. En dan kan ik intussen met mijn man daarover praten. Dat is een uitstekende idee, mevrouw. Nou, intussen neem je alsjeblieft jullie naar de apotheker toe en gebruik het net als aangeduid. Ga rechtuit bed toe als je thuis komt. Is daar een kamer waar je niet gehinderd zal worden? Maak al die hortjes en die vensters dicht toe, zodat die lucht in je kwelt. Zeg voor die huismensen, hulle moet niet met je praten, niet een van hulle. Verder eet je geen vaste kost voor de week. Een glas soda water elke 2 uur. En als je het rechtig niet kan houden, dan zo'n halve beskuikje geweken melk, s'ochtends en s'avonds. Maar ik zou liever zien dat hij daar zonder klaar komt. Toe nou, dit kan hij nog niet veel kosten, ik kan dit. Zo dan, mevrouw. Oor een week zal ons kijken hoe hij voelt. Als hij weer helemaal jezelf is, recht van enige iets, en springlevendig, dan weet ons dat er niks ernstigs verkeerd niet, en niemand zal meer tevreden zijn als ik niet. Maar, aan de andere kant, als hij zo'n beetje lomerig voelt, en die kop draait zo'n beetje, en hij voelt hij wel gedurig in die bed blijven, dan moet ons niet verzuimen, nee. Dan weet ons dat medische behandeling onvermijdelijk is. Dus dan zo afgesproken, mevrouw? Zij was zo. Goed, mevrouw. En moet alsjeblieft niet vergeten om die apotheker aan te gaan, hè? Goed, dokter. Mariki, help je die dame naar buiten en zorg dat zij niet weer van de leraar afvalt. Eerst die volgende, alsjeblieft. Eén voor één, alsjeblieft. Wel, en wat erin?
Dit is altijd gelijk. Jullie willen toch niet eigenlijk jullie gelijktijdig onderzoek niet? Nee. Jan, maar altijd gelijk. Ik onderzoek die patiënten tezamen niet. Ons is dan. Ons is het tweeling. Hoe komt hij dan zo groot en jij zo klein? Hij is eerst aangekomen. Nou goed, jij, trek uit. Je hebt hem al kaal. Nee, net jouw boerlijf. Ja. Kom, was je niet horen, niet. Ga leer daar. Ik het gezegd, leer. Ik denk dat het was op die hoogste toe ik gevoel. 3000 pond. Misschien
ons was een beetje dom van hem alles in olie te steek, zo oud ze mij niet te veel te sparen. Nee, zo niet, dokter. Hoe zei? Ik zei, misschien was het een beetje dom van mij om 3000 pond in olie aandelen te steek, voor alles mij niet te veel te sparen. Beslist dom. Oh, dank je, dokter, dit te lucht mij beslist. Weet niet wat het wel is met mijn vader. En moet niet dat ik zo ondankbaar niet oor neer. Het is goddank blijven van haar kwelling zijn deeltijd en goed is ontslaat te ik is te oud voor avonturen van enige aard. En nou wonder je waarom ik gekomen ben. Wat mij ooit beweegt het om in het touw te staan voor een vrij bezoek aan die dokter. Ik is voor mijzelf gezegd. Als we zien dat mevrouw Aline Vermaas, geboren van Dijk, niet schroom om een vrij bezoek aan die dokter af te leiden, natuurlijk was ze dan ook niet schroom weer. Dit was een lofwaardige stap van die mevrouw, en ik dank u daarvoor. Ik wil allemaal een baie goede voorbeeld stellen. Wel dan, geachte dokter, het was mijn vreugde om met die kennis te maken. Het is elke middag thuis, en dat zal altijd een kopje thee voor u recht staan. Ik was vreselijk gekweld. Eerst door mijn bijwoners en nu door die belegging. Werkelijk betrouwbare geneesmiddel voor slaaploosheid. Slaaploosheid, mevrouw? Slaaploosheid? En hoe lang lei u al aan slaaploosheid, mevrouw? Langer is wat ik graag wil onthou. En is die dokter Pantegrij oor geraadpleegd? Dat was. En wat heeft hij gezegd? Hij heeft gezegd, ik moet eer van de regering blauwboeken nemen en elke avond niet bij het zes vlak zijn. Hij wil die slaap nooit ernstig schoon. Misschien was hij verkeerd. Kijk, dit van gevallen van slaaploosheid, mevrouw, is van die ernstigste aard. Oh, werkelijk? Ja. Slaaploosheid bijvoorbeeld als gevolg van een organische ziekte in de bloedsomloop van de hersens. Uw hersensaren, mevrouw, daar is uw aardjes wat die hersens voedt. Die kan zo droog wezen als een droge riet. Droge riet? Een bruikbare vergelijking. Goeie genachtig, dokter. Kan de rook dit aanbrengen? Ik rook af en toe. Ons moet het aanmerken, die men is bij je stoot van u. Dan weer, slaaploosheid kan veroorzaakt worden door de uitmergeling van die grijsstof van die brein, die er zwak zien is in jouw schrimsknijen. Maar dat is verschrikkelijk. Kan u dit voor mij duidelijk maken, dokter? Zekerlijk, mevrouw. Stel je voor een soort van een vleermuis. Of een pinnekop. Of een zeekat. Wat gedurig aan je brein zuig. En bikkie voor bikkie de hele binnenste van je kop leeg slup. Oeh! Oeh, gaat nu. Nee, ik ga niet. Oeh, ja, dit is waar het is. Ik weet dat ik dit toch altijd geweest. Oeh, dokter, lieve dokter, je komt mij liever dood gemaakt. Ik zou liever onmiddellijk wel sterven. Ik kom mij liever doodgemaakt. Mijn pijn komt aan. De dokter behoort mij niet een beetje morfine te geven. Wat kan hij voor mij doen? Ik zie niet kans daarvoor. Ik heb niet die moed niet. Nochtans wil ik liever die rechten weten. Is het absoluut dodelijk? Nu. Kan het genezen worden? Met haar tijd. Je bedriegt me niet. Ik wil liever die rechten weten. Ik stop voor mijn dapper gedrag. Wat is het wat ik kan genezen? Ik vraag mij. Op die zeekant. Zeker. Ja, dit is wat het is. Dit is wat ik heb. Dat die zeekant nu alles meer dat het kan verloven. Deze keer ga ik er erg zo wachten. Mariki. Mariki, kom gauw. Kom gauw, Mariki, help. Water, Mariki, breng water, gauw. Die dokter van medicijnen is goed voor mij. Ik heb nooit geweerd dat mijn maag mij plaat niet. Ik weet niet wat van ons oud dorpje zou geworden als het niet voor dokter Kwak was. Ja, nee, ik weet ook niet. Zo ja. Lekker rust nou, hè? Dokter Kwak is daar maar wonderlijk. Zij, ik heb een hele weekse tijd niet een enkele woord gezegd. Zoveel jullie krijgen voordat jullie van mij krijgen.
jij die hele dag? Die trein was laat. Hier aan. Patiënten? Patiënten? Voor behandeling, ja. En waar komen ze vandaan? Van wijd en zijd. En gelukkig dat ze hier vertoe. Anders was ze nou allemaal dood. Hoe komt dood? Zo onverschillig zoals ze was. Allerhande goeders eten en drinken. Dingen doen wat niet behoort te doen. En als ze hier komen, dan blijven ze hier. Zodra we dokter Kwak gezien het, springen ze in die bed voor behandeling. Verbaas. Nee, wereld. Dokter Pansegrug. Verschoon mij, ik heb nog een paar diëten om na te zien. Oh, ik hoop toch niet dat u verwacht om uw hotel thuis te komen. Dit is mijn plan. Oh, dat spijt mij, dokter. Maar hier is niet voor een muisplek, niet. Maar dat is toch niet nachtmaal, niet? Nee, dokter. Patiënten. Ons neemt nou niet patiënten. Maar ons is niet voor een allemaal plek, niet. Nou, dat er dus liever gebouw voltooid is, dan zal u... Verbazend. Ja, is dit niet, dokter? En dokter Kwak heeft ons bewijs dat behoorlijke medicijnen en apparaat niet net voor stadsbewoners bedoelen. Hij zei, ons is net zo belangrijk en ons verdienen ook net zoveel. Oh, hij is nou zo bezig. Zelfs die prachtige nieuwe motor kan hem niet eerst binnen genoeg op zijn rondte vervoer niet. Wel, als gezonde meisje dan verkiest om ziek te nee, wees... dokter. Dat is niet iets wat hij van dokter Kwak kan zijn. Heeft hij niet beginnen door die mensen vrij te behandelen niet? En nou nog neem hij niet een penny van die armen. Al wat betalen ze wat het kan bekosten. Op die slordigste pontok en die prachtige nieuwe motor van hem. En hij vraalde niet een penny. En net zo meneer Pochenvoort. Die ouwe, dat was op een of andere manier in zijn kop gekregen, dat hij een kinddraar is. En vreselijk op hol geraakt, ouwe. O, hier komt meneer Kopipa met die prescriptie. Dokter nog niet hier, niet? Nee, nog niet. Dokter Pansevel, voor een ogenblik dacht ik het in het spoor. Is het gaaf? Hoe lang is het nou dat ons die laatst gezien heeft? 3 maanden. En hoe gaat het met mevrouw Kopiva? Baie beter. Was hij dan ziek? Onthou je dan niet haar leiding aan daar een verschrikkelijke hoofdpijn wat ik altijd geïgnoreerd heb niet? Wel, dokter Kwak heeft het diagnoseerd en haar een goede geneesmiddel voorgeschreven met uitstekende succes. En nu is zij gezond? Ja, wel, ze kreeg niet meer die hoofdpijn. En als hij een krijgt, is dit als gevolg van te veel werk. En dus te verwachten. Onze soort beter. Ik zoek juist naar een gekwalificeerde assistent. Geloof me, ik moet veel naar de dwars dierwerk aankorten. Dus, dan heb je helemaal een goed meen hier. O ja, ik is makkelijk 10 keer zo bezig als broer. En ik is trots daarop dat ik mijn medemens dien. Partij van ons is zo, weet je. Oh, morgen, dokter. Goedemorgen, heren. Ah, dokter Pansegrauw. Ik heb zo pas aan u gedacht. Goeie reis gehad? Tamelijk, dankie. Heb je met die kar gekomen? Per trein. Oh. O ja, ons moest een beetje bezig zijn, hè, die eerste paiement. Wel, aangezien ik nu hier is... Ik wil zeker alleen wezen. Verskoon mij. Wel, ik kan zeker niet te ontevreden wezen met die praktijk wat ik hier verkoop, het niet? Oh, ik kom maar aangebleven, dokter. Ik vond niet ons zo in elkaar te pad geweest, het niet. Het kopie van u vertelt van ons uitstekende begin. Ja, ik heb zoiets daarvan verneemd. Maar zeg voor mij, waar krijgen die mensen die geld om te betalen? Wel, ik vraag niet de inkomsteninspecteur niet. Hij zou mij misschien niet inlichten. Volgens mijn cijfers is daar 1502 personen in ieder district met inkomsten van £2000 per jaar. Zij cijfer is slechts 17. Die rijkste mannen hier die hele omtrek. Volgens hem heeft de inkomsten van £4000 per jaar.
Ik kan hem inbrengen met 15.000. Verschoon die vraag, dokter. Maar is dit niet alles bij en meer tot voordeel van die dokter als die patiënt niet? Dit hangt af hoe je dit verschilt. Die zaak wat gediend moet worden is groter dan altijd. Dokter of patiënt, die medische wetenschap. In dit dorp wonen etelijke honderden mensen. Een betekenloze, plezierloze massa mensen. Wat is mijn taak? Om elk keer te omschep aan een wetenschappelijke individu. Ik zet de man in de bed. Ik wacht. Ik wacht. Hij kan mij niet bluffen. Goedemorgen, mevrouw. Daar is niks wat mij meer irriteert als wanneer ik een man vraag hoe gaat het en hij antwoordt heel te mal goed, dank je. Maar ik kan toch niet een hele dorp in die bed zitten? Waarom niet? Ik heb al een familie van 5 gelijk ziek gehad. Allemaal gelijk in die bed. U herinnert mij aan die mensen wat gezegd. Die oorlog kan niet 6 weken duren, niet, want niemand kon het bekostigen. Ik is overtuigd ervan dat ik de enigste dokter is waar de hele dorp in die bed zal zitten. En hulle daar hou totdat ik eten wat middelen vergeet is. Ik stem natuurlijk samen dat een mens een paar op je been moet houden om je ziek is op te passen. Ik kan niet verdragen mensen met rondpronk met hun gezondheid. Dit verkleint meer mee en dan word ik briesend. Zoals onze vriend Sterk-Jan Willemsen uitgevonden. Wat? Toch niet ons plaatselijke reus, niet? Die een wat zijn schoonmoeder met zijn één hand bij de huis kan uitsmijten? Kan hij. Ik bedoel, hij kon. Wat er dan met hem gebeurt? Hij is in die bed. Mijn lieve vriend, geachte collega, ik wil u graag een voorstel maken. En wat is het? Een plattelandse dorpje is ver te klein voor u. U hebt een stad nodig voor uw werk. Wel? Waarom wacht u? Weet u van een andere praktijk? Mijne. Ik zal het aan u schenken. En dan, wat zal u doen? Ik? Oeh, ik zal mij maar weer hier komen vestigen. En wat meer is, ik zal u een geschenk maken van die geld wat u mij nog scoort op voor die praktijk. U weet, u is niet zo dwaas als wat die mensen zeggen, u is niet. Glad niet zo dwaas, niet, meneer Kapiva. Kom een beetje hier, mijn lieve vriend. Weet u wat dokter Paan zich wil voorstellen? Dat hij en ik praktijken omruilt. Die is niet ernstig, niet. Heeltemaal, dat is een vaste aanbod. Het is voor jou. Natuurlijk heeft u gezegd nee. En waarom zou hij zijn nee? Omdat, wanneer een man jou een blikhorloge aanbiedt voor een gouden. En jij het niet helemaal van je verstand afneemt, dan zijn jij meer. Verstaan? En wat meer is, die mensen hier zullen niet daarvan horen. En wat heeft dit met hulle te doen? Wie vraagt hulle opinie? Niet de min. Alles zal van hulle laat doen. Wacht net een ogenblikje hier. Kom samen met mij. Dames, ik heb wonderlijke nieuws voor jullie. Dokter Kwak gaat ons verlaten en dokter Pantervel komt terug. Meneer, dat kan ik nooit doen. Nee. Ons zal het niet toelaten. Nee. Ons zal die banden van die karren halen. En wat u betreft, dokter Pantervel, als dit is waarvoor u gekomen bent, kan u definitief niet de kamer mee uitdagen. U kan in die straat slapen. Is dit hoe je dokter behandelt wat 30 jaar van zijn leven aan jullie dorp geweerd? Nou, goed. Als jullie dan kwakkerij verkiest, dan zal ik mijn eerlijke bestaan in die stad maken. Kwakkerij? Dokter Kwak is niet een kwak niet. Denk je dat enig iemand wat hemzelf een dokter noemt, die mensen zo zullen sterven dan een griep? Wat hemzelf een dokter noemt? Wat er onzin. Denk je dat enige dokter, of wat hij hemzelf ook al mag noemen, een epidemie kan bevechten? Ja, als hij altijd ziekere mensen niet bidt, kan hij die beste epidemie bevechten wanneer het komt. Neem mijn raad aan, dokter. En moet je hier in een wetenschappelijke argument inlaten? Ons is nu allemaal autoriteiten. Kom, kom, moet niet dat ons in academische gesprekken verdwaalt, niet? Waarom kan ons niet allemaal op die beste voet verkeer, niet? Moet niet bekommerd wees, niet? Ik ga niet weg, niet. Oh, ik is zo blij. Ik kan dit is al niet, dokter. En nou, mevrouw, heeft u een kamer voor dokter Panziger? Nee, ons is propvol. Als hij een patiënt was, zou ik hem misschien op een of andere manier kon inkrijgen. Dit zou mijn plicht zijn. Dokter Kwak, ons zal ons bezigheid onmiddellijk afhandelen in uw spreekkamer. Ik vertrek vanavond. Daar heet hij het nou, dokter. Ik heb gekomen om mijn eerste paiement te komen ontvangen. En daar heb ik nou mijn praktijk teruggekoopt voor 10 keer die bedrag wat u mij daarvoor betaalt. Daar is die eerste paiement. Dank u. Dank u.
Binnen een maand neem ik hiervoor. Wel, ik moet gaan. Zal u nu liever vanavond hier worden blijven? Maar daar is geen kamer voor mij niet. Maar dat kan ik makkelijk regelen. Hallo, mevrouw Brandt, alsjeblieft. Mevrouw Brandt, u moet proberen om te regelen voor een kamer voor dokter Pasig. Ja, ja, ik weet. Maar veronderstel dat ik u vertel dat hij niet in de toestand is om vanavond nog een race af te leiden. Veronderstel dat ik u daarvan verwittig dat ik om 24 uur rust voorgeschreven heb. Dit maakt hem feitelijk een patiënt. En zoals u gezegd, dit zou uw plicht wezen. Wel dan, natuurlijk, dokter. Daar zal een kamer wezen. Moet ons zijn koers nemen? Ik zal u later laten weten. Ik is nog niet zeker, nee. Dank u. Dokter, u was niet ernstig, niet was u? In alle geval, baie dank u. Ik heb werkelijk niet uitgezien om nog 8 uur op die pad deur te brengen. En hij is niet meer zo jong, nee. Vertel mij, dokter, die houding. Dit is werkelijk interessant, die manier waarop je naar mij kijkt. Alsof je binnen mij kan zien. Ja, dat is interessant. Ik doe dit bijna onbewust. Die ogenblik wanneer ik naar een man kijk, begin ik zijn geval te diagnoseren, of ik nou wil of niet. Het is zo erg dat ik deze dag bang is om in een spiegel te kijken. Kijk, dokter. Ik ben nog niet juist de haas op Jani, maar dat is een reden voor mijn vraag. Als u naar mij kijkt, zie je iets. Heeft het iets te doen met die 24 uur rust? Wel, dokter. U weet hoe dat is. Een mens wil niet altijd graag zeggen precies wat een mens zien heeft. Maar om heeltemaal eerlijk met u te wezen, moet ik zeggen dat dit zal niet meer lang wezen. Moet niet maken zoals ik zei, niet. Maak zoals ik maak.